technische dingen. Juist, yes, dat heeft dus iedereen gehoord. Recording in progress. Het wordt opgenomen. Dat betekent dat het later ook beschikbaar is om nog eens na te kijken. Iedereen moet zichzelf op mute zetten. En als u dat niet doet, dan doet Sylvia dat allemaal. Dus volgens mij is dat allemaal geregeld inmiddels. Als u vragen heeft tijdens een van de inleidingen of voor een discussie na de inleidingen, stel die vragen in de chat. En die komen dan, als het goed is, bij mij. En dan kan ik ze aan de sprekers voorleggen. En in het nagedeelte een kleine discussie daar misschien over hebben. Of in ieder geval een gesprek. Ja, dit webinar. De aanleiding even kort voor een ieder. We hebben een steenbreek werkgroep die uit een groot aantal organisaties bestaat. En ik zal ze één keer noemen en daarna niet meer, want het is een hele rij. Dat is de AVVN samen natuurlijk tuinieren, IVN natuureducatie, KMTP Groei en Bloei, KNNV, NL Green Label, Stichting Steenbreek, Sociaal Tuinieren, Veld en Vogelbescherming Nederland. Nou, dat is een meer dan een handvol. En samen spreken we vaak over de dingen die ons gezamenlijk bezighouden met betrekking tot het groen. En in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart, dat is alweer een hele tijd geleden, hebben we nog eens het manifest Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving. Rondgestuurd en onder de aandacht gebracht, met name ook van gemeenteraadsleden die daar verstandige dingen mee moeten gaan doen, volgens ons. Ben ik nu weg? Ja, ik ben er weer geloof ik, er ging iets fout. En toen hebben we gezegd, nou die gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn en de allerlaatste gemeenten bijna klaar zijn met het vormen van hun colleges, gaat het politieke spel natuurlijk weer door. En wij zouden heel graag als groene organisaties willen dat groen onder de aandacht blijft. Van niet alleen de colleges, maar ook van de gemeenteraadsleden. En toen hebben we bedacht dat het misschien goed was om rond een aantal actuele onderwerpen met regelmaat dit soort webinars te gaan organiseren. In het algemeen webinars die te maken hebben met vergroening van de leefomgeving. En vandaag is dan als onderwerp gekozen kwalitatief groen, goed groen, zonder het gebruik van pesticiden. En dat lijkt voor de hand liggend, maar zal blijken dat dat niet altijd zo is. En we hebben twee hele inspirerende sprekers bereid gevonden om ervaringen met ons te delen. De ene is Siska Willems, die is vanuit de gemeente Knokke-Heist in Vlaanderen stafmedewerker dienst Milieu, Natuur en Landbouw van de afdeling Stadsontwikkeling. Dat is ook inderdaad een hele mond vol. En Geert Gommers. En Geert is coördinator dienst Kennis van Veld, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. En is ook in die hoedanigheid adviseur van de gemeente Knokke-Heist, heb ik, als ik het allemaal goed begrepen heb. Nou, ook Geert zal jullie het een en ander vertellen. Ongeveer in 15 minuten en aansluitend 5 minuten gelegenheid om vragen te stellen. Dat is een beetje een beeld. Dan stel ik voor dat na deze inleiding, het welkom aan jullie en de inleiding, we het woord gaan geven aan Siska Willems. Mag ik jou de gelegenheid geven, Siska, om jouw presentatie te gaan starten? Die nu even niks, maar kijk, nu krijgen we een schermbeeld. Oké, Siska, ga je gang.
Siska, wij zien nog niet jouw PowerPoint in beeld. We zien nu je gedeelde scherm waar je Zoom nog hebt openstaan. Ik denk dat je even naar een ander tabblad nog moet. Siska, ik hoor je niet en wij zien ook jouw PowerPoint nog niet. Misschien is het handig als je even stopt met delen. En even opnieuw je scherm deelt, maar dan met de PowerPoint. Want we zien nu jouw videobeeld. Heeft een enig technisch gedoe, om het zomaar voor jullie kort samen te vatten. Dat is duidelijk. Wij zien nog niet wat we zouden willen zien. Ik zit even met hoe gaan we dit oplossen? Want zo gaat het niet de oplossing worden voor wat het zou moeten zijn. Is het mogelijk? Dat is eventjes als voorzitter maar even een vraag in het groene wei, hoor. Geert is natuurlijk aansluitend op het verhaal van Siska, maar is het mogelijk dat Geert nu zijn presentatie start en dat Siska even telefonisch overleg heeft met een van de twee, dan wel Lize, dan wel Sylvia, techneuten van ons, om te kijken wat er bij haar mankeert, zodat we even de volgorde omdraaien. Is dat iets wat jou zou passen, Geert? Hallo Frank, goedemiddag allemaal. Hier Geert antwoord. Geert van Veld, ja, dat kan. Ik pik dan wel even in met mijn stuk en dan komt Siska naar mij. Als dat goed is voor jullie, dan wil ik dat wel doen. En dan zal ik gewoon nu even de presentatie starten. Ja, weliswaar van het stuk dat ik zou beginnen, maar dat doen we dan gewoon eerst. Is dat goed zo? Ja, wat mij betreft uitstekend. Dank en... Misschien dat Sylvia even op weg kan worden geholpen voor het tweede deel. Oké, Geert, ga je gang. Zo, goedemiddag allemaal. Ik ga ervan uit dat jullie mij allemaal horen en dat jullie nu een slide zien... waar bovenaan staat acties naar tuineigenaars en inwoners. Klopt dat? Ja, oké. Ik krijg van Sylvia alleszins een duimpje. Dankjewel, Sylvia. Goed, welkom allemaal. Welkom gemeenteraadsleden en mensen actief bij gemeente. Nu, ik ga misschien eerst eventjes mezelf voorstellen. Dus mijn naam is Geert Gommers en ik coördineer de tuinwerking bij VELT. VELT, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, actief in België en in Nederland. En ja, je ziet hier nu natuurlijk direct bovenaan staan puntje 2. Nu, puntje 1 is het puntje dat Siska straks dan zal vertellen. En dat zijn natuurlijk de acties die de gemeente zelf onderneemt op haar openbare groen, waar dus de gemeente zelf eigenaar van is. Dat kunnen begraafplaatsen zijn, dat kunnen parken zijn en dergelijke. Nu, ik pik nu meteen met andere situaties in. En ik ga concreet inzoomen naar, ja, naast het openbare groen van de gemeente. Het tweede zijn eigenlijk de tuinen. Dus de tuinen waarvan particuliere eigenaar zijn. En die kunnen dan onderhouden worden door de eigenaar zelf, door de particulier, door de bewoner of door een tuinaannemer. Dus ik ga die acties eventjes met jullie overlopen. En volgende doelgroepen zijn concreet de hoveniers, de tuinaannemers, die soms ingeschakeld worden door eigenaars. Het zijn ook de
tuinontwerpers, want die mogen we ook niet vergeten. En afsluitend wil ik eventjes de landbouwers aanraken, niet om daar in detail op in te gaan, maar wel eventjes om toch de algemene aanpak die we hier in de gemeente Knokke-Heist naar voren geschoven hebben, om dat te concretiseren ook naar die doelgroep. Dus, concreet, de tuineigenaars. En je ziet op deze slide een oplijsting. Het ziet er nogal droogjes uit als je het zo ziet. Maar het zijn eigenlijk allemaal concrete acties die we naar die tuineigenaars, die een stukje groen rond hun huis hebben en waar we dan eigenlijk in gaan helpen om dat pesticidenvrij in te richten en te onderhouden. En dit zijn allemaal acties waarmee we hen concrete instrumenten geven, handvaten geven om dat te realiseren. Het gaat over webinars, het gaat over brochures, het gaat over concreet planten en zaden, het gaat over tuinrangers. Dat is natuurlijk iets raar, een tuinranger, maar ik licht het graag zo meteen toe wat het is. Tuintips en ook stand op events. Vergeet niet om zo als gemeente zoiets gewoon ook heel zichtbaar te maken. Op een heel laagdrempelige manier, op plekken waar er allerlei activiteiten te doen zijn, maar waar je dan dat aspectje van pesticidenvrij tuinieren toch ook zichtbaar maakt voor de gemeente. Dit is het eerste, een voorbeeldje, workshops en lezingen. Het klinkt heel gewoon, maar het is toch eigenlijk altijd heel inspirerend voor mensen. Heb je al eens gedacht aan een wandeling? En dat kan zijn langs een aantal tuinen. Maar je kan ook bijvoorbeeld een wandeling organiseren, en ik denk dat Stichting Steenbreek dat ook doet, bij langs voortuintjes in één straat bijvoorbeeld. En je neemt mensen mee om op die manier eigenlijk elkaars tuin te verkennen, te leren kennen, en om eigenlijk erop te duiden van, hey, wat kan je hier doen om ervoor te zorgen dat pesticiden overbodig blijven? Hoe ga je dat paadje dat in kiezelsteentjes naar je voordeur gaat, hoe ga je dat onderhouden? Hoe ga je dat stukje gazon, ja, waar dat sommige mensen enkel sprietjes in willen, van die gazonzaadjes, maar ja, we kunnen dat ook veel diverser maken. En hoe kies je de juiste plant op de juiste plaats om te komen tot een pintere plantencombinatie? Dus dat zijn concrete workshops in levende lijven. Soms zijn dat lezingen, dat kunnen ook webinars zijn, maar... Uit ervaring, corona is nu hopelijk definitief achter de rug, maar het is nu toch al een eindje achter de rug. Ik merk toch uit de praktijk dat het in levende lijven kunnen vertellen en kijken een veel grotere impact heeft dan het vertellen via een webinar. Dus ik zou zeggen, als je mensen kan meenemen in concrete workshops, dat werkt altijd beter dan een webinar of een lezing, denk ik. Zo geven we de burgers eigenlijk concrete inspiratie om het op hun plaats zonder pesticiden te kunnen doen. Nu, dit is eigenlijk iets heel eenvoudig, maar het is wel iets heel doeltreffend. Veld had al heel lang, en je ziet daar bovenaan links staan 2020 pesticidenvrij, een brochure waarin dat we gewoon heel laagdrempelig via foto's en een beetje tekst toelichten hoe dat je kan tuinieren zonder pesticiden. Rechts zie je eigenlijk een brochure die de gemeente Knokke-Heist gemaakt heeft met diezelfde inhoud, maar met getuigenissen van tuineigenaars uit de gemeente, met getuigenissen van een hovenier, die eigenlijk zegt van kijk, hoe kan ik dat doen in mijn gemeente? Dus je maakt eigenlijk die inhoud nu verkrijgbaar op een heel herkenbare manier met getuigenissen van mensen die in de gemeente zelf wonen. We hebben bewust ook gekozen voor de term natuurlijk tuinieren. Dat klinkt veel positiever dan tuinieren zonder pesticiden. Want dat zonder pesticiden, ja, dat is wel een heel negatieve boodschap. En natuurlijk klinkt heel positief. Dus aarzel niet om zelf op maat van jouw gemeente en jouw doelgroep zulke brochures te maken. Siska van de gemeente heeft me ook verteld dat dit in 2021 de meest gevraagde brochure was van de inwoners bij de gemeente. Via de bibliotheek, via het gemeentehuis, via allerlei lokale plekken, via de buurtwerking en dergelijke. Dus dat bewijst voor mij toch dat zulke laagdrempelige papieren, brochures, folders wel degelijk een impact hebben. Bijvriendelijke planten. Het klinkt ook allemaal niet zo moeilijk. Het is ook eigenlijk niet zo moeilijk. Een pakketje van 14 planten voor €22. Samengesteld met die planten die je hier ziet staan. Juist eigenlijk om de inwoners te stimuleren van kijk, als je denkt, ha, ik heb hier een zone die ik wil herinrichten. Wel, dan gaan we voor die planten gaan. De volgende dia geeft dan eigenlijk het kaartje weer waar mensen wonen die die planten aangekocht hebben. Heel eenvoudig, maar dat geeft direct een communitygevoel naar de mensen die hierin ingestapt zijn. Die weten meteen, die en die persoon in mijn gemeente heeft dat eigenlijk ook zichtbaar gemaakt. En dat zorgt ervoor dat mensen door het te zien bij een ander en door de succeservaring bij zichzelf
eigenlijk op die manier enorm gestimuleerd geraken om daarmee verder aan de slag te gaan. Bloemenzaden zijn niet gelijkaardig, zoals de planten. Het zijn zakjes met bloemenzaad voor 10 vierkante meter die uitgedeeld worden. Gratis vanuit de gemeente. En bijvoorbeeld ook elke nieuwe inwoner krijgt zo'n kennismakingspakket. Er zit telkens in dat pakket zo een zakje bloemenzaad in. Nu, ik denk dat ik tot nu toe denk workshops, denk een brochure, denk zaadjes, plantenpakket. Het zijn allemaal vrij eenvoudige dingen. Nu, wat maakt de impact in een gemeente als Knokke-Heist zo relevant? Dat is het feit dat al die zaken gecoördineerd en afgestemd op elkaar plaatsvinden. En de tuinrangers, en hier zie je een foto van een tuinranger, die neemt dat materiaal ook mee, gewoon als hij tuinen gaat bezoeken. Nu, ik ga misschien eventjes zeggen, wat is een tuinranger? Een tuinranger is eigenlijk een inwoner van Knokke-Heist, die zelf gepassioneerd is door tuinen, die een opleiding gevolgd heeft, en die op afroep, dus op specifieke vraag van een tuineigenaar in de gemeente, langskomt, gedurende een uur, twee uur in die tuin mee rondwandelt en allerlei concrete tips en tricks geeft om die tuin biodiverser te maken en om eigenlijk die tuin zo in te richten dat een beheer met pesticiden overbodig wordt. Op 1 jaar tijd zijn er zo'n 50-tal tuinbezoeken, we noemen het tuinsafaris, afgewerkt. En dat zorgt ervoor dat je heel laagdrempelig de mensen een concrete tips geeft in hun tuin, op hun plaats, om ja, ervoor te zorgen dat die tuin biodiverser ingericht wordt. Nu, het is natuurlijk belangrijk dat iedereen in zijn tuin die info krijgt voor ja, de what's in it for me, komt daar heel sterk naar voor. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat je dan naar buiten uit toont en dan is een Facebookgroep zoals de Tuinrangers van Knokke-Heist eigenlijk een heel goed middel om ja, het elkaar inspireren verder vorm te geven. Ik vind het ook heel belangrijk dat die tuinrangers enkel bij mensen komen op specifieke aanvraag van de tuineigenaar. Dus sowieso heb je al mensen op dat ogenblik die bereid zijn om bepaalde aanpassingen in hun tuin te doen, die openstaan voor het biodiverser maken. En deze persoon die gaat dan langs met concrete info. Dat kan heel concreet zijn ook over ja, waar kan ik die inheemse planten kopen? Waar vind ik die hier in de buurt? Dus dat gaat over hele concrete tips die die tuinranger in zijn safari-kit meegeeft. Dit is eigenlijk een heel laagdrempelige. De gemeente Knokke-Heist geeft elke maand tips wat je in je tuin kan doen. En hier gaat het nu concreet over je gazon, waar je dan natuurlijk meer kan doen dan enkel maar grassprietjes maaien elke week. Dat waren de tips en de acties richting tuinaannemers. Ik denk dat daar geen wereldschokkende dingen in zitten. Ik denk dat de tuinrangers een vrij vernieuwend concept is, want je kan daar als inwoner van de Knokke-Heist gratis op beroep doen. Maar het is vooral eigenlijk de link en de combinatie van de verschillende acties die maken dat je ziet ja, dat dat begint te leven in de gemeente Knokke-Heist. Ik ga nu naar een tweede doelgroep, de tuinaannemers of de hoveniers, zoals jullie denk ik dat in Nederland benoemen. Dat zijn dus mensen die in opdracht van een eigenaar gaan concreet het onderhoud of het beheer van een tuin, van een particuliere tuin, uitvoeren. Nu, vooraleer dat we gestart zijn naar die deelgroep, hadden we even toch zoiets, ja, wat is eigenlijk de ecologische win die we daar kunnen halen? Want daar hadden we eigenlijk zo geen goed beeld op. Nu, de gemeente Knokke-Heist heeft dan alle tuinaannemers die actief zijn in de gemeente, en dat betekent niet enkel die daar woonachtig zijn, maar natuurlijk ook in de gemeente daar rond, ook uit Nederland waren er een aantal, uit Zeeland, allemaal aangeschreven met een bepaalde enquête om te polsen, ja, hoe doe je dat, jouw beheer in die particuliere tuinen. Uiteindelijk waren daar een 50-tal tuinaannemers gecontacteerd en een 30-tal hebben effectief die enquête ingevuld. Dus dat was eigenlijk wel een mooie respons. En daaruit blijkt dat bijna allemaal, 92% van de tuinaannemers, gebruikt herbiciden om verhardingen kruidvrij te houden. En daaruit blijkt ook dat bij andere problemen, denk aan de klassiekers zoals de platluizen op rozen, de buxusmot op buxusstruiken, dat daar ook 3/4, 76% met chemische bestrijding werkt. Dat was voor ons wel een eye-opener. Allee, misschien niet echt een eye-opener, maar toch wel een kwantificatie van, kijk, met deze doelgroep, daar is echt nog wel een belangrijke stap te zetten richting pesticidenvrij beheer.
En we zijn dus begonnen met bijlessen voor elke tuinaannemer. Het klinkt heel schools, maar daar komen ook heel plezante dingen in, hoor. Ik ga het jou eventjes toelichten. Nu, het eerste puntje is het omschakelingstraject met veld. Omschakelingstraject, dat klinkt zo nogal zwaar en belerend, vind ik zelf. Maar eigenlijk willen we gewoon de tuiniers meenemen in een verhaal van kijk, ja, je doet het nu met herbiciden of met bepaalde insecticiden of fungiciden. Dat is geen probleem. Wettelijk mag dat, voor alle duidelijkheid. Nu, de gemeente Knokke-Heist heeft daar een specifiek politiereglement, dat zal Saskia straks wel toelichten, ontwikkeld. Maar het is belangrijk om niet enkel dat traject te doen met die mensen, maar om daar ook allerlei zaken aan te koppelen. Ik vind het heel belangrijk dat je dan ook altijd denkt naar de what's in it for me vanuit de tuinaannemer. Mensen krijgen een certificaat. De gemeentelijke website heeft een lijst van tuinaannemers die ze naar voren schuiven. En dat zijn de mensen die deze opleiding gevolgd hebben. Er wordt ook materiaal ontwikkeld voor hun camionettes. Camionettes in het, ik denk bestelwagens bij jullie, dat men het zo eigenlijk omschrijft. Dus de bestelwagen van de tuinaannemer. We zorgen ook voor flyers en brochures die de tuinaannemer aan de eigenaar kan geven, aan zijn klant. En we gaan weer uitwisseling faciliteren. Nu, ik denk dat daar baanbrekend het omschakelingstraject is dat we aanbieden. We hebben dat in 2021, in soms wel, soms niet coronatijd, soms levende lijven, soms digitaal gedaan. En dit zijn eigenlijk de thema's die in 6 sessies telkens tijdens een avond aan bod kwamen. Ik ga er eventjes op inzoomen, omdat dat toch wel, ik merk dat dat toch wel, er was heel veel animositeit tijdens deze sessies en dat vond ik enkel maar positief. De eerste ging over pesticiden. Wat is dat eigenlijk? Wat is de wetgeving voor jou als tuinaannemer? Wat is de impact van het gebruik op biodiversiteit, op jouw gezondheid? Men spreekt ook over sommige onschadelijke onkruidverdelgers of biopesticiden. Over welke stoffen gaat dat? Wat moet ik daarmee? Dus zo die harde data, die harde feiten hebben in een eerste sessie op eigenlijk een heel interactieve manier met die tuinaannemers concreet gemaakt. Ik sta daar dan met een paar potjes van pesticiden en dan begint meteen de discussie natuurlijk over het gebruik en over wat staat er op die verpakking en dergelijke. Sessie 2, 3 en 4 zoomen veel harder in op eigenlijk uitgangspunten in een tuin. Successie, dat is de opeenvolging van groeistadia. Als je een gewoon braakliggend stukje grond laat evolueren, uiteindelijk krijg je een bos. Hoe ga je die natuurlijke evolutie in jouw tuin integreren? Het aspect bodem is heel belangrijk. Je gaat zomaar niet elke plant op elke bodem gaan zetten. Je gaat de juiste plant op de juiste plaats gaan zetten. Maar wat betekent dat concreet? Groenvormen zoomt eerder in op borders. Op, je kan in een kleine stad zijn wil één grote boom zetten, maar niet meer. Verhardingen zoomde echt in op zo... iedereen heeft wel graag een terrasje om op te aperitieven. Of heeft een padje naar de voordeur. Hoe gaan we daarmee om? Dat dat toch waterdoorlatend is. Maar langs de andere kant dat we toch ook geen herbicide nodig hebben om dat begaanbaar te houden. Dus dat waren 3 sessies over zo die eerder technische aspecten. De 5e sessie, en dat was een sessie die we specifiek op hun vraag erin gezet hebben, was van, we hebben toch veel klanten die toch wel een vrij steriele, mooi uitziende, esthetisch gewaardeerde tuin willen. Vooral clean en green, noem ik dat soms. Maar hoe gaan we tegen die klant dan kunnen zeggen, hier groeit er wel iets en we gaan geen herbicide gebruiken. Via de rolspellen en via de motivatoren van die klanten en van de tuinaannemer zijn we daar dan tijdens een sessie concreet op ingegaan. Vooral om de tuinaannemer tips en tricks en tools te geven om met die soms weerbarstige klant, als ik het zo mag zeggen, om te gaan om hem of haar mee te krijgen in dat verhaal van kijk, een pesticidevrije tuin kan best ook wel een standingvolle tuin zijn. En een 6e sessie is concreet een demo waarbij dat we machines en apparaten die de tuinaannemers gebruiken zelf en die uiteindelijk ook geleverd worden door een aantal fabrikanten, dat we kijken hoe werken die. Dat kunnen mechanische apparaten zijn, dat kunnen thermisch werkende apparaten zijn. Kwestie dat ze die alternatieve apparaten, machines ook eens zien, voelen en ook van elkaar uiteindelijk kunnen leren. Dat is een omschakelingstraject waar dat we vanuit veld heel veel aandacht aan besteed hebben en waar dat we eigenlijk telkens proberen de tuinaannemer
via ja, een positieve benadering ja, concrete handvatten te geven van hoe doe je dat. We moeten allemaal beseffen dat de tuinaannemers eigenlijk geen enkele wet overtreden en totaal niet in tegenspraak zijn met wat dan ook als zij gewoon toegelaten herbiciden gebruiken in België. Dus het is heel belangrijk dat je vanuit die motiverende, sensibiliserende aanpak hen benadert. Ik heb dit als concreet voorbeeldje erbij gegeven en ik vertel het even, dus nu even diepgaander op pesticiden en hun neveneffecten. Heel concreet, ik vermoed in Nederland ook en in België ook, ja, de buxusmot op de buxusstruik was 3-4 jaar geleden een hot item. Nu hoor ik daar veel minder over. Het probleem is blijkbaar ja, geen probleem meer, de buxusmot. Maar je hebt in de handel allerlei producten. En één product is op basis van de werkzame stof spinosad. Het wordt verkocht in Vlaanderen en in Nederland onder merknamen Conserve Boomerang. Nu, dat is een product dat schadelijk is voor bijen. Nu, toch mag je dat gebruiken als tuinaannemer, maar op de verpakking van het product staat, je mag het niet gebruiken in de buurt van in bloei staand onkruid. Nu, er staat onkruid, dat kan even goed kruid zijn. Maar dat betekent in de praktijk dat je eigenlijk als tuinaannemer dit product volgens de voorschriften niet mag gebruiken. Want ja, je gaat altijd wel een andere plant hebben in de buurt van die buxusplant die in bloei zal staan. Want ja, de vluchten van de buxusmot die situeren zich toch tussen maart en september. Dus ja, eigenlijk kan je dan in die periode dit product niet gebruiken. Wat gebeurt er in de praktijk? Tuinaannemers gebruiken dat product gewoon omdat ze onwetend zijn van deze beperkende maatregel. Er is ook geen handhaving omtrent vanuit een overheid. Dus in de praktijk zie je dat zulke waarschuwingen om de verpakking eigenlijk totaal niet doeltreffend zijn. En dat zijn zaken door zulke contradicties aan de tuinaannemers te vertellen, dat we toch ook proberen gewoon ja, de impact van zulke producten te verhelderen. Een aannemer krijgt een certificaat als hij deelgenomen heeft. We hadden in 2021 18 deelnemers. Van de ongeveer 50 aangeschreven tuinaannemers. Er gaat nu een tweede sessie starten, dit najaar, met dan een tweede groep van tuinaannemers die niet deelgenomen hebben in 2021. Je ziet hier een bestelwagen, waar dat hij dus de tuinaannemer noemt als bedrijfje Go Green. Nu, dat is natuurlijk iemand die al groen geïnspireerd is, maar daar plakt nu op, deze tuinaannemer werkt pesticidenvrij. Door het feit dat zo'n bestelwagen in de straat staat en voor iedereen zichtbaar is, creëren natuurlijk meteen bij voorbijgangers ook zoiets van ah ja, dat is een tuinaannemer, ja, die weet wel hoe dat hij dat moet doen. Ah, die doet dat pesticidenvrij. Wauw, ja, dat is de manier hoe het moet. Dus je hebt daar een enorm multiplicatoreffect gewoon door de zichtbaarheid in het straatbeeld te creëren. Ze hebben ook communicatiemateriaal, ze hebben concrete persoonlijke naamkaartjes met aan de achterzijde deze tuinaannemer werkt pesticidenvrij. Ze krijgen folders waar dat we focussen op, kijk, help ons de bijen te helpen. Juist bedoeld naar de klant van de tuinaannemer, die ze dan gewoon afgeven om eigenlijk hen ook mee te krijgen in dat verhaal. Een belangrijk punt vind ik ook, dus de opleiding is voorbij. Het is belangrijk dat de tuinaannemers blijven leren van elkaar. Dus we hebben eigenlijk aan de tuinaannemers gevraagd van kijk, laten we gewoon een WhatsApp-groepje opstarten. Dat is niet moeilijk. Ze kunnen daar instappen of niet. Dat is op vrijwillige basis. Nu, we werken dat dat een heel actieve groep is, waar dat zij zelf informatie uitwisselen. En ze organiseren nu ook zelf bepaalde sessies waarbij dat ze elkaar uitnodigen als collega's. Nu, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, want soms zitten die mensen in een collegiale context. Soms zitten ze in een concurrerende context. Want uiteindelijk, ja, een tuineigenaar kan maar beroep doen op één tuinaannemer meestal. Maar toch zien we dat door het feit van het gemeenschappelijke, de gemeenschappelijke doelstelling van hé, we gaan dat hier toch samen pesticidenvrij doen, ja, dat overstijgt toch een beetje dat concurrerend aspect, zien we in de praktijk. En dan is het fijn om te merken dat op zo'n demo, ja, ik denk dat daar 15, 16 tuinaannemers aanwezig waren. Geert, kun je tot een afronding proberen te komen, Geert, gelet op de tijd? Ja. Dank je. Ik ga nog 2 minuutjes doen, Frank, en dan is het goed. Oké? Oké. We hebben 1 de tuineigenaar gehad, dan de tuinaannemer. Nu komt de tuinontwerper. Ja, die nemen we mee in een masterclass, want we krijgen van de tuinaannemer, van de hovenier, wel eens de reactie, ja, zeg, die tuinontwerper heeft hier een plan getekend, maar om dat te beheren zonder pesticiden, dat gaat niet.
Dus het is belangrijk dat we ook die doelgroep meenemen. En daarvoor is er een masterclass die we ontwikkelen om ook ja, gewoon samen rond de tafel te zitten om te kijken, ja, zo'n ecologisch tuinontwerp, hoe doe je dat nu? Kwestie dat we die doelgroep ook bereiken. En die worden ook aangeschreven door de gemeente Knokke-Heist en Veld zorgt dan voor die masterclass. Nu, een laatste groep zijn de landbouwers, maar hier pik ik heel sterk in op het verhaal van Siska, wat dat zij nu nog niet gebracht heeft. Nu, de clou van dit verhaal, ik ga er niet in detail op ingaan, is van, er zijn 4 fruittelers in Knokke-Heist. En we hebben teruggevonden via analyses van het stuifmeel dat we dikwijls captan terugvinden. Captan is een fungicide dat gebruikt wordt in de fruitteelt. En door eigenlijk het gebruik van die captan met de fruittelers enerzijds en de plaats waar je die teruggevonden te linken aan elkaar, ja, worden de fruittelers toch ook een beetje geappelleerd door het feit van hey, dat captan in dat stuifmeel, dat komt toch van jouw bedrijf, want er is er niemand anders in de buurt die dat gebruikt. En zo proberen we hen dan mee te nemen. Ten eerste om de urgentie te duiden en om hen ook een stukje openheid te creëren van ja, je kan het ook doen met minder, met zonder en nemen we hen ook mee in die traject. Goed, Frank, misschien als afsluiter 1 ding nog. Vanuit Veld willen jullie als gemeenten graag bijstaan om zulke enerzijds een gecoördineerde aanpak op te stellen, want dat vind ik een hele belangrijke. Ik vind het heel belangrijk dat je, als je aan zulke zaken denkt als gemeente, je denkt in eerste instantie natuurlijk aan het beheer van je eigen openbaar groen, maar betrek de particuliere tuineigenaars erbij, betrek de hoveniers erbij en de tuinontwerpers, want zo gaan al die doelgroepen ermee bezig zijn. Anders krijg je heel snel het gevoel soms van, ja, die categorie is ermee bezig en de ander niet en ze verstoppen zich een beetje achter elkaar. Je merkt dat een gezamenlijke aanpak naar de verschillende doelgroepen, ja, ze trekken elkaar een beetje mee en dat werkt enorm versterkend. 1+1 is in zulke context wel 3, vind ik meestal. Dus daarmee wil ik afsluiten, Frank, van ja, durf vooral de verschillende doelgroepen tegelijkertijd met concrete acties te benaderen. En Veld wil je daar graag bij helpen. Dat was het. Okay. Ik zal eventjes de presentatie stoppen met sharen en dan kan Siska inpikken. Oké, fijn. Dankjewel Geert, voor het wat mij betreft zeer heldere verhaal. Je boodschap ook, door samenwerking sterk. Probeer de doelgroepen allemaal te pakken te nemen. En ze te wijzen op de voordelen van pesticiden, vrije tuinen, openbaar groen, etc. Een heel zeer heldere boodschap. Hartelijk dank daarvoor. Eventuele vragen stel ik voor dat we die in de paneldiscussie na afloop van het verhaal van Siska ook nog aan de orde kunnen krijgen. Zodat we in 1 keer dan een kwartiertje nog met jullie samen eventuele vragen de revue kunnen laten passeren. Oké, dan stel ik voor dat als technisch nu hopelijk wel lukt, dat we nu doorschakelen naar Siska. Die, zoals ik net al zei, in dienst is van de gemeente Knokke-Heist. En daar stafmedewerker is en heel veel interessante dingen heeft te vertellen over hoe je als gemeente om moet gaan met deze boodschap. Siska, mag ik jou het woord geven? Goedemiddag. Sorry voor daarnet. Ja. Oké. Ons verhaal is gestart in 2010. Oké, Sylvia. Ik moet eventjes... Oké. Dus wij zijn gestart met het uitgangspunt. Wij gaan een positief verhaal brengen, want wij zijn bezorgd rond de bijensterfte. Dat was in 2010, de alarmerende berichten. En we hebben ons project opgebouwd met de bijen als rode draad. Ik ga de acties die wij op het openbaar domein nog even toelichten. En de volgende dia graag. Ik wil gewoon nog even duidelijk zeggen dat ik hier geen technische zaken over machines en zo ga uitleggen, maar echt de acties die je als gemeente kan doen. Het is zo dat wij aanplantingen doen op het openbaar domein, specifiek voor bijen. Wij beheren het openbaar domein vanuit dat oogpunt. Wij plaatsen bijenkasten. We doen heel veel sensibilisatie en er is ook wetenschappelijk onderzoek.
We starten met de aanplantingen. Dus in 2010 zijn we begonnen met enkele bloemenweiden. Ondertussen zijn dat er al 23 verspreid over gans de gemeente. En die zijn goed voor 20.000 vierkante meter gedekte tafel voor de bijtjes. En er zijn spontaan particulieren met grote oppervlaktes die hun tuinen ook ingezaaid hebben. Sommige mensen hebben de grootte van een voetbalveld ingezaaid. Die willen gewoon spontaan mee in dat project. En wij mogen die locaties ook meenemen in onze routes. Op de volgende dia hier zie je mijn favoriete plekje. Dat is Wulpenhoek. Dat is een bloemenweide die gekoppeld is aan een waterbufferbekken. Die is gecreëerd voor de woonwijk die u daarachter ziet. Dus die mensen die daar wonen hebben eigenlijk een prachtig park in hun achtertuin gekregen. En het is allemaal ingericht in functie van de biodiversiteit. Wij houden die bloemenweiden ook bij op een kaartje. Dat is zeer handig als je openbare werken plant of als er mensen vragen stellen, imkers, andere mensen die ook bloemenweiden willen inzaaien. Dan kan je zo een beetje zien van waar is er nog een leemte, waar is er al voldoende. En dat maken we in Google, wat heel eenvoudig te doen is. Een tweede actie die wij doen als gemeente, dat is het beheer van onze bermen. Het is in Vlaanderen zo dat we dus het bermbesluit hebben en dat je voor 15 juni de bermen niet mag maaien om de planten een eerste bloei te geven. En wij hebben in 1999 een bermbeheerplan laten maken. Dat was toen verplicht voor alle Vlaamse gemeenten. En wij hebben nu 20 jaar later, in 2019, opnieuw dezelfde man op pad gestuurd om opnieuw de inventaris te maken. En dat was wel goed om een zicht te krijgen over hebben de acties die wij tot nu toe doen, is dat zinvol of ja, kunnen we nog meer doen? Dus op de linkerfoto zie je de Graaf Jansdijk, mooi bloeiend fluitenkruid. Op de rechterfoto zie je de Zwijnvaartstraat, zeer heringen bloei, verkeerd gemaaid en maïsen laten liggen. Na die tweede inventarisronde hebben we een rapport gekregen. Mag naar de volgende dia gaan. Ja, dus wij hebben een rapport gekregen en de bermen die beheerd worden door de gemeente, die doen het doorgaans goed. Maar er zijn heel veel bermen die door landbouwers en privépersonen gemaaid worden, omdat ze niet willen wachten op de eerste maaidatum. En die bermen zien er doorgaans minder goed uit. We hebben al die landbouwers opgebeld en we hebben hen gevraagd van ja, hoe komt het? Waarom doe je dat? En het is, overal kregen we hetzelfde antwoord. Ja, dat is zwerfvuil. Het is het zwerfvuil, want als wij die bermen laten langer groeien, de vegetatie langer laten groeien, dan zien wij dat zwerfvuil niet meer liggen en dan vermalen wij dat in het hooi en dat is dodelijk voor de koeien. Er zijn al heel wat landbouwers die dus dieren verloren hebben door dat probleem. Dus de aanpak die hier moet gebeuren is eigenlijk de oorzaak, namelijk het zwerfvuil aanpakken. Dus door die inventaris kom je dan dikwijls ja, op andere problemen. Dat is iets dat we aangepakt hebben, waar we dus nu ook mee bezig zijn. Een volgend puntje is dan de solitaire bijen. Naast veld hebben we ook een samenwerking opgezet met Natuurpunt. En zij gaan overal bermen, parken, bloemenweiden inventariseren en kijken welke solitaire bijen zij aantreffen. En het is leuk, want zij hebben heel veel bijzondere soorten gevonden op ons openbaar domein. Dus wij verwachten nu dit jaar het rapport, na 2 jaar inventariseren. En wij gaan die dan gebruiken als nulmeting om te zien, ja, binnen 5 jaar, 10 jaar, is er verbetering, wat kunnen we aanpassen? Met dat rapport kunnen wij ook onze medewerkers van de Groendienst, onze aannemers, eigenaars, beheerders, met feiten benaderen.
Het is ook zo dat er een aantal zeldzame soorten zijn aangetroffen. En als je die als doelsoort gebruikt in je communicatie, dan kan je daar mensen wel mee raken. Oké, volgende actie. Dat is, wij hebben zelf als gemeente bijenkasten geplaatst op het openbaar domein. Die zijn verspreid op 5 sites. En op elke site staat een huisje met telkens 2 kasten. Soms staat er nog 1 of meerdere kasten van een imker bij die in nood is. Dus wij zijn ook een soort van asiel voor de bijtjes. En die bijenkasten worden verzorgd door een imker van Biodiversity. Dat is de firma waar wij mee samenwerken voor het wetenschappelijk onderzoek. Hier zie je een bijenhuisje. Dus zo'n huisje heeft geen dak, uiteraard. De bijen vliegen eruit op een hoogte van 2 meter. Op de zijkanten zitten ramen in plexi. Dus mensen kunnen daar van dichtbij gaan kijken welke beweging er in de bijenkast is. En waarom is dat huisje 2 meter hoog? Omdat die bijen dan uitvliegen op die hoogte en ze vliegen weg van het huisje en ze blijven op dezelfde hoogte. Het is niet dat ze onmiddellijk een vrije val maken, nee. Dus het is eigenlijk veilig voor mensen om daar rond te lopen. Als ze weer aanvliegen naar het huisje, zitten ze ook al op een hoogte. Dus dat is wel een belangrijk iets. Mocht je dat ooit overwegen, hou rekening met de hoogte. Zet die bijenkasten niet vrij op het openbaar domein, plat op de grond, want dan kun je wel problemen krijgen. Elke bijenhuisje staat gekoppeld aan een bloemenweide en heeft ook een infobord. Die bloemen, die bijencites, die zijn net zoals de bloemenweiden weer op een kaartje gezet. En elke bijencite zit in een cirkel. Wij noemen die de vliegcirkels van onze bijen. Het is zo dat een honingbij tot 1,5 kilometer van haar kast wegvliegt. Dus op die manier is die cirkel bevlogen. Wij proberen, als we de bijenkasten plaatsen, om daar rekening mee te houden, maar het is in Westkapelle, hier in het zuiden, was dat een beetje moeilijk. Dus hebben we die 2 cirkels een beetje over elkaar moeten schuiven. Maar dat is geen probleem. En dan een vierde puntje, zeer belangrijk. Dat is de sensibilisatie over alles wat we doen op het openbaar domein. Dat is eigenlijk constant sinds we gestart zijn in 2010. Communiceren wij daarover in alle mogelijke kanalen. Wij hebben ook een kaart gemaakt en die wordt elk jaar aangepast met de actuele situatie, omdat bloemenweiden moeten soms verhuizen. Wij zaaien bijvoorbeeld bloemenweiden in op braakliggende stukken grond van de sociale huisvestingsdienst. Maar ineens krijgen die dan de vergunning, beginnen die dan te bouwen en dan zoeken wij terug een andere locatie waar een wachtgrond is. Van alle mogelijke situaties krijgen wij waar we mogen bloemen inzaaien. Als het openbaar domein wordt heraangelegd in de gemeente, dan is het eigenlijk al standaard zo dat er eigenlijk altijd ook een zone wordt voorzien voor bloemenweiden. Oké. Voor de sensibilisatie is het ook belangrijk om mensen altijd te prikkelen om elk jaar iets nieuws te doen. Dus dan doen we een keer een foto, een zoektocht met foto's, met formulieren die men kan ophalen bij de toeristische dienst. En die zijn dan gekoppeld aan de fietskaart. Dus we hebben alle locaties die iets of wat met de bijen te maken hebben, die staan op de kaart en die zijn verbonden in lussen. Die kaart die is op papier verkrijgbaar, maar die is ook digitaal, dus met QR-codes. Die routes zitten in Routeview. Dat is zeer handig, zeer gebruiksvriendelijk. En je kan daar heel wat uitleg achterliggend nog aan toevoegen. En de mensen fietsen met de GPS en ze krijgen info. Je kan ook nog een beetje toeristische info meegeven waar ze iets lekkers kunnen eten of drinken. Maar heel het verhaal van de bijen zit dus ook in dat verhaal. En dat is ook een succes, want elk jaar opnieuw
wordt die fietskaart herdrukt, aangepast. Dat is een vaste waarde in ons toerismebureau. En dan een laatste actie die wij doen op het openbaar domein, dat is het wetenschappelijk onderzoek in de bijenkasten. Dus die 10 bijenkasten op die 5 locaties, daar zitten in elke kast op topseizoen 50.000 honingbijen in. Dus wij noemen die onze 500.000 mini-drones, die werken voor ons. En het stuifmeel dat zij binnenbrengen in de kasten, die worden 3 maal per jaar stalen uitgenomen en geanalyseerd. En die gaan naar verschillende labo's, want het ene labo onderzoekt dan de plantendiversiteit. Zo weten wij eigenlijk welke soorten planten er bezocht worden door de bijen, hoeveel van die soort ze bezoeken. We weten welke zware metalen zich bevinden in onze omgeving. En er wordt gezocht naar 516 actieve stoffen van pesticiden. En we weten ook hoe het is met de gezondheid van onze bijen. Dat wordt ook onderzocht. Op de volgende dia zie je de imker die bezig is met stalen te nemen. En dan zien we direct de resultaten. Dus wij krijgen na elke analyse een rapportje. En dat is zeer toegankelijk. Iedereen kan dat gemakkelijk begrijpen. Je moet daarvoor geen wetenschappen gestudeerd hebben. Dus de rode bolletjes, dat is een groot probleem. Oranje bolletjes is een klein probleem. Groen is oké. Dus die 3 zaken die onderzocht worden, plantendiversiteit, pesticiden, zware metalen, zie je links. En dan per locatie krijg je het rapportje. Dus als we even de lijn nemen van de pesticiden, dan zie je dat daar toch heel wat rood is. Plantendiversiteit scoort goed. Zware metalen, zo. Dus we zoomen even in op de pesticiden. 4 minuutjes, Siska, dat lukt. Oké. Ja. Dus de pesticiden, als je het resultaat ziet, dus rood. Aantal pesticiden wil zeggen, als het rood is, dat het meer dan 3 stoffen zijn aangetroffen in die periode op die locatie. De concentratie rood wil zeggen dat de norm is overschreden. En als het een verboden pesticide is, is het ook rood. En dan zoomen we nog 1 keer dieper in op 1 locatie. Oké, dus hier locatie Ramskapelle. Dus hier krijgen we dan de opsomming van de pesticiden. En dan zien we dus de witte tekst. Daar is een lage concentratie aangetroffen, maar het is er. De zwarte tekst is die anthraquinone, is bijvoorbeeld een verboden stof. De rode, die zijn boven de norm aangetroffen. Dus in 1 oogopslag zien we van, wat is hier aan de hand? Veel verboden stoffen, daar kunnen we dan mee in dialoog met onze tuinaannemers, landbouwers. En naar aanleiding van al dat onderzoek en al die acties is ons pesticidenverbod in voege gekomen. Wat zegt de Belgische wetgeving? De volgende, ja. Dus het is zo dat particulieren bij ons geen chemisch-synthetische totaalherbiciden of selectieve herbiciden mogen kopen en gebruiken. Dus een burger mag dat niet doen. Maar als hij een tuinaannemer heeft die een fytolicentie heeft, dan mag het wel in zijn tuin aangebracht worden. Maar wat zegt Knokke Heijs, dus ons politieverordening, ja... Onze politieverordening dus is aangepast met het volgende artikel. Vanaf 1 januari 2021 is het gebruik van pesticiden verboden, uitgezonderd professionele land- en tuinbouw. En uitzonderingen kunnen enkel met een burgemeesterbesluit. Dus dit wil zeggen dat wij eigenlijk strenger zijn dan het Vlaamse pesticidendecreet. En dat ook de tuinaannemers in de tuinen in Knokke Heijs geen pesticiden meer mogen gebruiken. Hoe gaan wij dat handhaven?
Het is zo dat politie- en gasvaststellers gemeentelijke administratieve sancties, heet dat in Vlaanderen, boetes kunnen geven tot €350 als ze iemand op heterdaad betreffen. Nu is het zo dat ons bestuur ervoor gekozen heeft om bij de opstart in te zetten op sensibilisatie. Het is niet zo dat er onmiddellijk een hele rij vaststellers iedereen is gaan beboeten, maar we moeten eerst inzetten op sensibilisatie en gaandeweg zal dat wel wat strenger gecontroleerd worden. En dan nog een laatste dia met ons straatbeeld. Dus op 1 januari 2021 werd bij ons het nieuwe jaar ingezet met overal affiches in het straatbeeld en op de gevels dat pesticiden geen bijzaak zijn. En omdat wij als gemeente zelf niet de expertise in huis hebben om inhoudelijk alles, al die acties daar rond te voeden, hebben wij contact gezocht met Veld en een samenwerking opgezet. En dat loopt zeer goed. Zoals je al gezien hebt in het deel van Geert, doen wij heel wat acties. En dat loopt nog en dat zal in de toekomst zo verder blijven lopen. Dank u wel. Siska, dank je wel voor het heldere verhaal wat jullie in de gemeente Knokke hijst, moet ik zeggen. Allemaal doen aan bijvriendelijk beheer, mag ik zeggen. Nou staat bijvriendelijk beheer bij mij voor een deel een beetje gelijk aan biodiversiteitsbeheer, als je dat moeilijke woord mag gebruiken, waarbij de bij een, een icoon is die je natuurlijk extra daarvoor in beeld wil brengen. Daar kun je ook hele mooie zinnen van maken. Dat is wel gebleken, hè? Met pesticiden geen bijzaak. Er zijn dus heel veel campagnes ook aan de gang. We hoorden dat in de bijdrage van Geert, maar ook in jouw bijdrage. Heel veel campagnes rond de bij en de biodiversiteit. De vraag is gesteld, die stel ik nu ook aan jullie. Kun je iets zeggen over het effect wat die campagnes hebben op aan de ene kant de burgers, dan is de vraag aan Siska, aan de andere kant natuurlijk ook op de tuinaannemers, de hoveniers. En zien de mensen aan beide groepen ook het belang van die biodiversiteit? Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Als Siska dat eerst even oppakt. Ja. Gaandeweg zien wij dat daar een draagvlak voor ontstaat. Met alle kleine stapjes die we zetten, als je bijvoorbeeld een boekje uitgeeft en na een week of twee mag je al opnieuw laten drukken, dan zijn we heel gelukkig. Er is nood aan informatie. Het is eigenlijk, denk ik, vooral uit onwetendheid dat mensen het nog altijd doen. Ze zijn zich niet bewust van de gevaren en ja. Ik vind dat het positief gaat. En meten jullie dat via enquêtes of hoe krijg je dat inzicht? Ja, wel, wij gaan nu terug in het najaar opnieuw een enquête doen. We zijn gestart met een enquête. We gaan dat nu terug doen en dan start opnieuw de tweede cursus. Dus het is eigenlijk ja. Altijd opnieuw, ja. Ja, duidelijk. En Geert, hoe is het bij jullie, bij de vakmensen, zeg maar? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is wat Siska zei. We hebben zowel bij de tuineigenaars als bij de tuinaannemers vooraf een enquête gedaan van hoe doe je dat, jouw tuin onderhouden nu. Dus dat is een beetje de nulmeting bij beide doelgroepen. We hebben die voor de particulieren nu niet getoond hier, omdat dat nu ja, qua tijdsbestek niet kon. Maar voor de tuinaannemers weten we dus van, voordat we met die opleiding gestart zijn, gebruikte 92% herbiciden en 76% andere pesticiden. We gaan nu dit najaar hebben we een tweede opleiding die start. En dan gaan we een enquête doen na die twee opleidingen bij dezelfde mensen om gewoon eens te polsen van kijk, hoeveel keer gebruik jij dat nu nog wel en hoeveel keer en dergelijke. Dus ik denk dat we dan concreet via de enquêtes een kwantitatief resultaat kunnen communiceren. Dus dat zijn zo'n beetje de harde data voor die tuinaannemers. Want het is natuurlijk vooral zoiets van, je moet die mensen mee in dat verhaal krijgen.
Dus de overtuigingskracht van data is daar voor mij beperkt in. Je moet dat weten als gemeente. Ik snap dat je dat heel goed moet weten om ook te kunnen motiveren om daarop in te zetten, om die sense of urgency te tonen. Maar ik vind het heel belangrijk, en dat blijkt uit onze aanpak, van het tonen van de goede voorbeelden, dat is hetgeen wat werkt. En we hebben ook eigenlijk één tuinaannemer, concreet Mark met zijn hoofd. Hij is eigenlijk het beeld dat we altijd naar voren geschoven hebben. Dus hij staat daar heel bekend op en hij is iemand die dat nu al zonder doet. Hij zit dus bij die 8% die geen herbicide gebruikt. En het is belangrijk om zulke personen echt ook te highlighten. En het is natuurlijk ook belangrijk dat die personen dan niet te sterk in een concurrentiegevoel zitten. Hè? Dat je zo'n personen kiest die ook wel bereid zijn om hun kennis, know-how te delen met de andere tuinaannemers. Want ze zijn uiteindelijk conculega's, voor alle duidelijkheid. Hè? En de keuze van zulke personen, ik noem het dan een beetje ambassadeurs, want uiteindelijk worden de tuinaannemers ambassadeurs voor jouw verhaal in de gemeente. Dat is ook een hele belangrijke, vind ik, naast het kwantitatieve, dat we dus gaan meten na de tweede opleiding dit najaar. Oké, helder, duidelijk. Er was ook een vraag binnengekomen van waarom is er eigenlijk een onderscheid tussen de particulieren en de beroepsmensen in het gebruik? Daar zal ik misschien even op inpikken. Als het dan kort, want de tijd loopt door. Ja, nee, kort. In België is het zo dat alle gebruikers van pesticiden hebben een fytolicentie nodig. Mm-hmm. En dat betekent, ja, tuinaannemers die dat doen, hebben een fytolicentie. Dat is eigenlijk een beetje een diploma dat ze krijgen, waarmee dat ze aantonen dat ze op een verantwoorde manier, veilige manier ermee kunnen omgaan. Bij particulieren heeft de overheid eigenlijk geoordeeld van, kijk, ja, zij kunnen op dit ogenblik niet op een veilige manier met die producten omgaan. En dus is de enige manier om dan geen problemen te krijgen voor zichzelf en voor het milieu, is dat we die verbieden. Ja, oké. Okay. Ja. Zegt een beetje een slotvraag, want we hebben natuurlijk wat technische mankementen in het begin gehad. We lopen iets in de tijd door, maar een hele boeiende vraag die binnen is gekomen. Voor jullie beiden misschien ook wel, maar het is enorm arbeidsintensief als je dat zo moet bekijken. Dus een enorme campagne, kost een hoop geld, er moeten enquêtes, moeten mensen voor op pad, et cetera. Hoe kijken jullie aan naar andere gemeenten? Misschien heb jij een beeld daar, Siska, hoe andere gemeenten in Vlaanderen dit nu gaan organiseren. Want je hebt toch een behoorlijk aantal mensen nodig met een behoorlijke overtuigingskracht om dit allemaal leuk voor elkaar te krijgen, zoals jullie dat in Knokke-Huis hebben gedaan. Misschien kun je er iets over zeggen. Ja, het is zo dat wij aangesloten zijn bij een regionaal landschap. Dat is een groepering van een 13-tal gemeenten in dezelfde regio, die aangestuurd worden door een secretariaat. En dus wij zitten samen met die andere gemeenten in een Europees project. En dus dat heet Kruisbestuivers. Dus je kan dat vinden op Google, Kruisbestuivers. En de bedoeling van dat Europees project is dat wij de anderen gaan bestuiven door dat project, door alles te delen. Dus, en wij gaan ook handleidingen van alles wat we doen ter beschikking stellen van alle andere gemeenten. Wij doen elk jaar een bijensymposium. Wij delen alles in de hoop andere mensen even enthousiast te maken als wij. Okay. Dan was er nog één kritische vraag. Tot slot, dat is de laatste dan, denk ik, als ik zo op mijn horloge krijg, is dat jullie maken kastjes voor honingbijen. Hè? En nou weten we uit de wereld van de biodiversiteit dat er natuurlijk honingbij is, maar één specifieke. En je denkt onmiddellijk aan de concurrentie met de solitaire bijen en andere bijen. Dus jullie bevoordelen eigenlijk de cultivar honingbij. En jullie hebben eigenlijk te weinig aandacht voor de solitaire bij die zich maar moet zien te redden. En die dus ook een slachtoffer kan worden van een te groot succes aan honingbijen. Hoe zien jullie dat? Die honingbijen bij ons, dat zijn onze werknemers. Die doen het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast doen wij alles in functie van alle bijen en alle insecten. Dus wij laten ook Natuurpunt, ik heb dat ook verteld, die inventariseren ook alle solitaire bijen. Dus wij hebben daar, ik zou een exposé apart kunnen houden over onze solitaire bijen, als je een andere keer zou willen. Maar wij hebben evenveel aandacht voor alle bijen, maar de honingbijen, dat zijn onze werkbijen eigenlijk.
Zij brengen, met hen kunnen we eigenlijk zeer goed wetenschappelijk onderzoek doen. Omdat je die kast hebt, dat is gecontroleerd. Je kan daar stalen uitnemen. Daar komt een imker elke 3 weken komt die verzorgen. Die kent die bijen. Dus dat is eigenlijk gegroeid van daaruit. Hè. Maar alles wat wij doen, alle aanplantingen, alle beheer, is voor alle bijen. Ja. Lijkt me helder. Dankjewel. Ik kijk op mijn horloge en wij moeten vrij onverbiddelijk streng zijn. 4 uur zouden we sluiten. Sorry, 1 uur later. Kijk even verkeerd op mijn horloge, maar in ieder geval het hele uur is gepasseerd. We gaan dus afsluiten, maar er was één hele interessante vraag. Van, stel nou dat mensen die hier naar jullie bijdrage hebben zitten luisteren, ook in jullie gemeente, Knokke Heisters, zelf zouden... willen kijken. Organiseren jullie voor collega-gemeentes uit Nederland en Vlaanderen ook excursies om binnen die gemeente dan met een leuk voorstel te kunnen komen? Hoe gaat dat? En kunnen we dat systeem een beetje via de directeur van Steenbreek, Roel, een beetje als intermediair op gang krijgen voor diegenen die dat willen? Bij ons zeker. Ik zal met plezier samen met onze bijenhetsen de mensen rondleiden. Ik zou zeggen, organiseert u zeker maar een excursie als je dat in groep wil doen. Ze mogen ook individueel komen. In ons toerismekantoor kan je iedereen kan die kaart krijgen, kan alles gaan bezoeken. Maar op de website kan je ook zien, elke donderdag in de zomermaanden is er een begeleide fietstocht met een bijenhits ook. En ja, als je graag een rondleiding krijgt met een groep, altijd welkom. Nou, iedereen die zich daartoe aangesproken voelt en binnen zijn of haar gemeente zoiets ook op gang wil krijgen door een extra impuls, het voorbeeld de Knokke Heist, is van harte welkom. En nogmaals, het contact kan direct worden gelegd of met behulp van Roel van Steenbreek, om het dan zomaar te zeggen. Ik mag jullie beiden hartelijk bedanken voor de interessante bijdrage die jullie hier geleverd hebben. Ook de deelnemers aan het webinar heel erg bedankt dat jullie zoveel vragen aan ons ook hebben gesteld. Die staan nu allemaal in de chat, maar zijn niet aan de orde kunnen komen. Zo leeft het onderwerp, dat is heel erg duidelijk. Ik zou aan de deelnemers nog willen vragen, als jullie aan de chat nog even zouden willen melden, dus dan kunnen we even kijken hoe of wat daarmee gedaan kan worden. Of er ook ideeën zijn die je hebt opgedaan na deze 2 lezingen voor de toepassingen in je eigen gemeente. En een hele andere, dat is meer een suggestie. Wij willen dus als groene organisaties meer webinars over actuele thema's, zoals dit vanmiddag. En misschien hebben jullie ook ideeën voor vervolgwebinars, dan wel een vervolg op dit webinar. Alle suggesties zijn welkom. Ik mag jullie heel erg bedanken.